Nou jongens, daar ben ik dan weer. Het is ongelooflijk, maar we zitten vandaag in het Marriott Hotel. Dankzij onze grote vriend Bernd. Hi Bernd. Hi. Bernd komt uit Duitsland en we hebben hem ontmoet in Playa del Carmen. Ik ga jullie eventjes een heel kleine tourguide geven. Ik ben al helemaal in het Engels aan het praten, dus ik moet even weer omschakelen. Anyway, daar komt hij aan. Dit is de master bedroom. 11 pillows, dus we hebben het goed. Ik denk dat een van ons wel hier moet pitten, want we zijn dus vandaag met z'n drieën. Sven en ik die hebben de hele dag met deze ontzettende backpacks moeten lopen. Maar ja, dat was al oké. Bij de locals in de bus. Super grappig. Ik geef even een rondje. Oh, dit is onze tv. Met internet natuurlijk. Ik bedoel, waarom niet? Hè? Je bent toch bezig. Ik loop even door. Sven die staat te douchen. Sven, kan ik binnenkomen? Hoi. Dat was Sven. Wat hebben we nog meer in aanbieding? Oh ja, ik laat jullie eventjes de beach view zien. We zitten hier. Ik weet niet of je het kan zien, maar we hebben dus kamer 110. Ik ga even een beetje zoomen, want jongens, dit is ongelooflijk wat je hier te zien krijgt. We hebben daarachter is het strand van Cancún. We gaan straks naar de Spring Break Festivals. Oh, hier kun je het goed zien. Nee. Shit. Jullie niet. Helaas, helaas, helaas. Nou, jullie krijgen vast nog wel meer foto's te zien. We gaan weer naar binnen. Ik hou hem hier op. Ik wil jullie het wel laten zien, zodat het op internet kan. Dus, guys, have a great time. Wacht, ik moet nog even zoomen. Marijn? Ja? Kan je deze even nemen? Jo. Moet je nog douchen, Sven? Ja? Wat? Als de telefoon gaat, ja? Ja, doe ik. Oh ja, dit is nog even een laatste shot, want ik ben dus echt gruwelijk verbrand. Het is ongelooflijk. Maar ja, hoort er ook allemaal bij. Dus mensen, tabé, tot later en hoi.